goal. Kijk eens, dat is typerend voor Veendam. Inzet. Juroski, die ook zijn goal wil. Harris Huizing. Het is 2-2, joh. Dat is de kracht van Harris Huizing. Veel meer voor het doel spelen. Want ik kan erg goed koppen. Dit is Alle Ballen op Harris. Mooi. Welkom bij Alle Ballen op Harris, een voetbalpodcast boordevol voetbalhistorie over FC Groningen en Veendam. Een podcast van Kent U Deze Nog en Henk de Haan in samenwerking met Studio Spraak. Henk, we gaan weer. We gaan er weer voor. Hebben we er zin in of niet? We hebben er zin in, maat. Jazeker. En we hebben een hele speciale gast. Maar we zeggen nog niks, hè? We zeggen nog helemaal niks. Ik was even benieuwd. Ik zag op Facebook laatst dat jij naar een gloednieuwe musical bent geweest. Die nooit eerder is vertoond. Nee, dus... Wat was dat voor een? Soldaat van Oranje. Soldaat. Oh ja, die is inderdaad heel nieuw. Nee, maar vorige week 12,5 jaar getrouwd. En kwam net zo mooi uit. Ik denk, goh, ik ga met de vrouw even naar... Noord-Katwijk, dus dat was mooi. En wat dacht je van, ben ik nog nooit geweest, daar moet ik ook heen? Nee, we hebben gebeld, we waren de eerste twee die nog niet geweest waren. Nee. Dat moet niks doen, maar ja. Maar dat was en was mooi. Wat of niet? Dat was geweldig. Kun je een beetje stil zijn tijdens een musical? Jawel, dat is mooi, dat is wel een happening. Hoor. Ja. 1200 mensen in zo'n zaal, joh, gekkigheid. Ja. Ja. Ah, mooi en dan, man. En je draait helemaal rond, hè? Of draait wij rond, ja. Ja, niet te veel vertellen, want ik ben er ook nog nooit geweest. Okay, ze hebben mij nog nooit gebeld. Dus, komt nog wel. Ja. Komt nog wel. Hey, vandaag een hele bijzondere gast. Hè, in de, geweldig, ja, fantastisch. Ja, dus ik ben ook heel trots dat we deze mogen aankondigen. Ja. En daar komt hij, mensen. Hij speelde bijna 500 wedstrijden in het betaalde voetbal. Waarvan 9 jaar bij FC Groningen en 4 jaar bij Veendam. Tussen 1984 en 2001 maakte deze technische aanvaller alles mee. Promotie en roemloze degradatie. Champions League en een bijna kampioenschap. Dit kap-en-draai-wonder vormde succesvolle spitsenkoppels met Mariano Bombarda, Milko Djurovski, Boy Nijg en Manjo Moselin. Jarenlang was deze geboren ter Apeler ook nog eens de beste kopper van Nederland. Of de ballen nou van Pieter Huistra, Jos Rosien, Romano, Sion of Sape Hoekstra kwamen. Altijd maar weer ging hij de lucht in om de ballen richting het vijandelijke doel te duwen. De lange aanvallen liep er vele wonden mee op. Gescheurde jukbenen, hersenschuddingen, hoofdwonden en hechtingen. Het deerde hem niet. De tovenaar van Ter Apel ging altijd maar door. Het maakte deze veelzijdige Groninger een held in Noord-Nederland. En dat was meer dan terecht. Hij trotseerde zelfs een transfer naar een Nederlandse topclub om Groningen trouw te blijven. Daarom zijn we trots dat we vandaag deze veelzijdige oudspeler, annex politieman en sportvisser mogen verwelkomen. En zelfs onze podcast zijn naam mogen geven. Welkom Harris Huizing. Jee, wat een introductie, man. Ja, geweldig, ja. Terecht, toch ook? Hey, dat is een mooie introductie. Dat is nog nooit aan Harris zo'n introductie. Hey, geweldig, man. Fantastisch. Had ik zelf niet beter kunnen bedenken. Nee. Hoe gaat het met je, Harris? Ja, gaat heel goed met hem. Ja, laat ik vooropstellen dat ik ten eerste heel trots ben. Henkie, die vroeg me een aantal, volgens mij al maanden geleden. Ja, precies. Ja, we willen de podcast Alle Ballen op Harris. Wat dacht je toen? Laten doen. Ik denk van, mijn god, dat is mij nog nooit overkomen. Maar ik was gelijk wel heel enthousiast. En ik heb natuurlijk bij Groningen en Veendam, maar ook bij Heerenveen gespeeld. Maar vooral in de tijd, begintijd Groningen en Veendam, gingen ook alle ballen richting mij. Hè? Ja, bijna alle filmpjes die je ziet over jou, gaan die ballen hoog richting jou. En altijd win je ook het kopduel. Ja, wij hadden in die tijd een plan A en plan B. En we begonnen nooit met plan A, we begonnen altijd met plan B. Ballen waren alle ballen waren. Alle ballen waren. Het ging geweldig toch? Ja. Dat was wel inderdaad een hele mooie tijd. Wat doe jij tegenwoordig, Harris? Ik werk bij de politie, zoals de meesten wel weten. Al hou lang toch, Harris? Al hou lang? Ik heb als goed is ergens in oktober, november mijn 40-jarig ambtsjubileum. 1984, serieus? Ja, niet te geloven. Vattig, joh. Vattig, joh. Jee. Wij kwamen nog uit de tijd heen van dat wij niet konden leven van het voetballen. En dat we begonnen semi-pro. Hebben we vorige week over de dames op de televisie. Dat ze ook wat meer wouden verdienen. Dat ze daarnaast moesten werken. Oké, dat is weer anders. Dat gaat verder. Ja, nee, maar goed. Dat was niks mis mee. Hey, mooi toch? Mijn pa die zei altijd van, Harris, er zijn maar weinig die slagen in het betaald voetbal. Je moet zorgen dat je een baantje in ogen houdt. Nou, in die tijd had een directeur bij FC Groningen. Die was directeur van het arbeidsbureau. En die had... Wat was dat in? Ja, ik weet niet meer hoe die man heette. Maar er waren 20
jobs kon ik wel kiezen en zeggen, wat wil je gaan doen? Nou, hij zei, met de muil worden natuurlijk. Politieman wil ik worden. Ik zat allemaal maar bij de politie. En mijn pa hartstikke trots. En betaald voetbal. En politieagent. Nou, politieagent. Jawel, politieagent. Ja, mooi. Ik heb geen pak. Oh, geen pak aan. Henk heeft straks nog wel een vraag aan jou trouwens. Maar daar komen we straks over. Luister jij zelf ook op podcast of niet? Weinig. Weinig. Ik kan wel zeggen dat ik al heel veel luister. Nee, af en toe. Deze natuurlijk. Beroepshalve vind ik wel leuk. Ja. En ik heb toevallig van de week nog een met Van der Grijp gezien. Vind ik ook wel weer leuk. Wim Kieft. Ja. Ja. Het gaat ook wel weer over voetbal. Ja. Dat is wel iets wat me aanspreekt. Maar geen politieke podcast. Ook wel eens. Vind ik ook wel leuk. Ik volg de politiek ook wel. Ja. Ook met mijn hobby's. Hengelsport vind ik leuk. En alles wat een mens een beetje bezighoudt vind ik wel grappig. Ja. Maar er gaat natuurlijk niks boven een podcast Alle Ballen naar Paris. Nou ja, alleen de naam al. Fantastisch natuurlijk. Ja. Top, top, top. Hey, we gaan zo uitgebreid over jouw prachtige carrière nog verder spreken. Maar eerst ga ik toch nog even naar jou, Henk. Okay. Want we gaan even terug naar 1989 januari. Want het grote Ajax komt op bezoek bij Veendam aan de Lange Leegte. Ja. En we zijn even in archieven gedoken. En we lezen in het nieuwsblad van het Noorden dat de trainer Henk Nienhuis jou een beloning belooft voor... 100 gulden. 100 gulden, dat was in 1989 ongelooflijk veel geld natuurlijk. Want Dennis Bergkamp, dat schijnt een groot talent te zijn op dat moment in Amsterdam. Die heeft al 9 keer op rijen gescoord. Klopt, en in het nieuwsblad van het Noorden, dat zegt Henk Nienhuis, dat gemiddelde van een doelpunt per wedstrijd van die Bergkamp dat moet afgelopen zijn. Dat moet stoppen. Ik betaal aan Henk uit eigen zak 100 gulden als hij die doelpuntenserie weet te onderbreken. Ja. Nou, geweldig toch? Fantastisch. Ja. Wat een eer. Eerst even van, we gaan zo natuurlijk nog even kort over die wedstrijd hebben. Maar hoe gaat het dan? Je bent aan de training bij Veendam. En dan komt na de training, Henk. Ja, Nainoes, die zei tegen Henk, je stuursport volg je een beetje? Ja, tuurlijk volg je altijd. Bergkamp ook. We hadden nog geen social media natuurlijk, helemaal niks. Dus ook weer krant lezen en televisie kijken en stuursport. En Bergkamp, jonkje van, hoe oud zal die geweest zijn? 1890, ik zou niet weten. Zoiets zal zijn. Ja. Die had al 9 keer gescoord. Die zei, dat was niet niks. Ja. En hij zegt, ik krijg 100 gulden als hij deze komende zondag niet scoort. Ik zeg, wat mooi ja. Ja. Ik zeg, nou, dat lijkt me fantastisch. En wat was dan de wedstrijdpremie op zo'n... Wat als we winnen? Want 200 gulden, waarschijnlijk zal het niet worden, maar we winnen 200, 300 gulden. Vind je nou, was geen vetpoort. En dan gaf ook allemaal niks. Nee. Mooi niks. Maar 100 gulden uit eigen zak van Henk Nienhuis. Werd wel zo betaald, hè? Werd wel zo betaald. Ja, ja, precies. Ja. Okay. Meerts kwam binnen. Of Jopie Zinhoop kwam binnen. Maar ook Meerts van de meubel al Meerts. En die kwam met envelop. Ja. Werd allemaal contant. Maar deze was dan toch wel van Henk Nienhuis zelf? Deze was zelf. Was van Nienhuis zelf. Dus... Daar gaan we voor. Leuk man. Ja. Dus je leeft er helemaal naartoe. Je gaat kijken hoe die voetbal... Nee, flauwkeul. Maar de wedstrijd was zover. Ja, want er was nog een reden om voor jou om extra gemotiveerd te zijn. Want een krantenkop de dag ervoor... Zegt, precies. Dennis Bergkamp van Henk de Haan. Sorry, nog nooit van gehoord. Nee, klopt. Er staat dus bijna heel voetbal in Nederland heeft wel eens van Henk de Haan gehoord. De robuuste verdediger van Veendam. Nee. Maar in de riante spelerzoon van Ajax fronste Dennis Bergkamp deze week zijn wenkbrauwen. Oh. Henk wie? Nou, lekker dit. Is hij in Veendam mijn tegenstander? Ja. Meestal ken ik mijn opponenten wel, maar van hem heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, mooi. Ja. Nee, dat is ook wel wat ik ken. Op top, maakt niet uit. Maar de wedstrijd begon. Ja, precies. Fantastisch natuurlijk. Ja, maar 7.000 mensen, een bommetje vol. Op papier staat altijd 6.000-7.000 voor de belasting. En dan komen er wel 10.000. Ja, maar er wel 10 of 12 misschien wel harders. Ja, maar die Henk Nienhuis, die was natuurlijk een meester. Die deed van alles. Die was trainer, die was commerciële man. Alles. Algemeen directeur. Alles. Hij zorgde dat het gras gekort was. Ja. En die verkocht mijn kaart. En maakt niet uit. En zoveel deur gegeven met de belastingdienst. En top. Dus, maar het was een fantastische wedstrijd. Het was november? Nee, januari. Januari 89. Het was een beetje vorst. Koude winterdag. Het was fantastisch, mooi weer, nog wel. En mooi. Ja. En we deden aardig leuk, dacht ik, die wedstrijd. Ja, want jullie verloren volledig onterecht. Met 1-0. 0-1. 0-1. Bergkamp. Wat er gebeurt, ja. Hoe ging die goal? Nou, precies. Het was een scrimmage. Dat klinkt een geweldig mooi woord. Een scrimmage in de 6 meter, 7 meter bij ons voor doel. En ik wou die bal wegknallen. Ik trapte die bal knal uit weg. Maar ik schoot dat tegen Bergkamp aan. Ik schoot het tegen Bergkamp aan. Daar ging mijn premie. Ja, 1-0 verloren en Bergkamp scoorde. En dramatische goal. Maar dat geeft helemaal niks. Ja, was jammer. Ja, want ondanks die gemiste 100 gulden... was jij wel een man of the match...
Want ja, volgens de cijfers, dat ja. Van Orde gaf jou gewoon een 7,5 en ja. Harris kreeg een 7. Dat is, ja, dat is wel, ja, oké. Okay, ja, jij was eigenlijk beter dan ja, nou, Harris, terwijl jij nog op die wedstrijd de bal schoot. Maar dat is wel grappig, want in de kiek je even wie die journalist is. Dat was Henk Hielkema. Henk Hielkema. Henk Hielkema, ja. Dat was een journalist van FC Groningen, of van RTV, van Dagblad van Noorden. En, ja, toen, ik had hele hoge cijfers van Hielkema. Ik had hele hoge cijfers. Weet jij deze wedstrijd nog? Nee, ik kan me daar geen wedstrijd herinneren. Wat ze ook tegen Ajax was, volgens mij. Toen waren we vanuit degradatie weer gepromoveerd naar de Eredivisie. En speelden vooral met de eerste thuiswedstrijd. Dacht ik tegen op de lange leg tegen Ajax. Dat was met Ronald Koeman, Tjöla Ling. En die verloren volgens mij met 4-1 of 5-1. En toen stond, dacht ik, Anne Mulder linksback. En die Tjöla Ling, die liep man echt aan alle kanten. Maar dat was ook voetballer, Tjöla Ling. Stond je daar ook tegen over? Maar die wachtte gewoon op. Als Anne weer in de positie stond, dan ging hij hem weer voorbij. Weet je, met dubbele scharen. Was echt. Ja. En toen Ronald Koeman speelde toen ook. Was ook formidabel toen. Ja. Geen schrijfkans. Nou, deze was dus onterecht. Dat, dat zei Ajax zelf ook. Dus toen was het nog geen schande om te verliezen van Ajax, zeg maar. Klopt. Dus, maar in die tijd gingen er ook geruchten, Henk. Want er staat ergens een andere krant. Veendam heeft boze plannen met John van Loen. Maar die vonden jullie zelfs een stel wilde beesten. Henk Nina heeft zelfs een paar wilde beesten rondlopen. En hij zei, jullie zijn te wild voor de Eredivisie. Oh. Hadden jullie zo'n wilde verdediging? Waren jullie zo'n wilde ploeg? Ja, weet je niet. Ernst aan de zoveel wil meter. En Verschoor was de tweede keer. Verschoor, laatste man. En wel wat andere. Karel Hiddink. Henk Veldmaat. Henk Veldmaat was ik. Nee, dat was een, John van Loen was dat ook een lievertje. Nee, dat was nog een aparte. Ja, voor Loen. Stond toen in de spits met Manuel Sanchez Torres. Bij Twente? Nog? Nee, bij Roda toen. Bij Roda? Ja. Sanchez Torres van Twente? Ja. Kilt hij hem met zijn spoorings. Ja, en Silvio Diliberto. Ja, ook nog. Die is naar Amerika gegaan nog. Voetbalschien. Ja, American voetbal. American voetbal, hè? Diliberto. Ja. Harris. Harris. Hé, hey, een mooie carrière. Begon in Ter Apel. Maar een van de eerste dingen die we over jou lezen is dat jij op een gegeven moment moest stoppen met voetbal omdat je wagenziek werd. Hij werd ziek. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Je wordt ziek en ouder. Zo moeilijk is dat niet. Nee, ik speelde toen in de jeugd en ik ben nooit volgens mij op mijn 9e of 10e begonnen. En heb ik een paar jaar in de jeugd gespeeld. Maar op een latere leeftijd in mijn jeugd, 11, 12 jaar. Nou ja, die uitwedstrijd, dan zet je op de achterbank met 3-4 maal van die kinderen achterin. En daar kon ik absoluut niet tegen. En ik moest eigenlijk elke uitwedstrijd moest ze voor mij stoppen. Want ik moest legs. Ja, maar pa, moest daar ook er ook natuurlijk voor in bus of voor een auto. Zaten ze te paffen, hè, die meer is gestaan. In die tijd was dat inderdaad zo. Dus hadden ze nog... Steven te roken. De eerste trainerskamp dat hij ging naar Benidorm. Toen werd er nog achter in de vliegtuig gerookt. Zat Theo Huijs achter een vliegtuig. Onvoorstelbaar. Ja. Dus als je tegen Damakota of Nieuw-Wolda moest, dan kon je eigenlijk niet mee. Nee, maar, wel mee? Nee, blaas niet meer. Ik gestopt. Ik was er klaar mee. Ik had helemaal gezien. Ik was alleen maar ziek. Ik wou alleen maar thuiswedstrijd voetbal. Maar dat mocht natuurlijk niet. Nee. Of was je toen ook al meer aan het vissen? Nee, helemaal niet. Toen viste ik eigenlijk heel af en toe een keer met mijn vader. Mijn vader was helemaal gek van voetbal. En die wilde ook graag dat ik bleef voetballen. Maar ik zeg, ik ben er klaar mee. En, en wat heb je toen gedaan toen je gestopt bent en later weer bent begonnen? Ik heb... Ik kan me voorstellen dat ik dan enorm mis die zaterdag. Ja, maar ik was wel elke keer aan het voetbal. Kijk, overal had je van die trapveldjes en iedereen was aan het voetballen. Kijk, daar zie je tegenwoordig, zie je daar amper meer. Ja. Maar bij ons had je heel veel van die veldjes waar we met de... Met de jongens uit de buurt waar we voetbalden. Ja, s'avonds zijn in de weekenden. En schoolvoetbal, denk ik. Maar niet meer bij STA? Niet meer bij STA. En op een gegeven moment ben je toch weer gaan voetballen? Ja, ik ben weer begonnen op mijn 15e, 16e. En natuurlijk veel gepoest ook door mijn ouders. En ik was ook, ik viel ook wel op. Ik was wel een goede voetballer. Ook al groot dan Harris voor die leeftijd? Was toch wel de grootste? Nee, ik was wel slingelachtig, maar nog niet een van de grootste. Okay. Ik was eigenlijk een van de kleinste in geen jaren van de middelbare school. Okay. Dus en uiteindelijk, toen werd ik fysiek sterker en ik werd groter. En toen ben ik naar Trapel gaan, of STA, dat werd toen later Trapel. Ja, toen ging het heel snel. Ik heb volgens mij één wedstrijd in de Aas gespeeld. En toen ging ik al heel snel naar het eerste. Ja. En werd topschool. Nou, toen kwam Pietje Frans en Henkie Nienhuis. En dat was de vierde klas, voor de klas. Waar speelde je het dan? Ja, volgens mij derde klas of zo. Okay. Was toen jouw voorbeeld in jouw jeugd? In mijn jeugd bij Ter Apel? Nee, wie was je favoriete voetballer? Ik zou je vertellen, ik was nog nooit bij in betaalvoetbal geweest in die tijd. Hij wist dat het betaalvoetbal was. Ik wist dat het Groningen was. En natuurlijk, je had wel gehoord van een aantal namen. Maar ik had ze nog nooit in levende lijven gezien. Dat was nog een wereldreis, hè? Vanuit Ter Apel naar helemaal naar Groningen in die tijd. Maar goed, dan word je dus gescout door Pietje Fransen. Die kwam dan bij jullie thuis aan de Agostraat. Agostraat, ja.
aangestaan, wat word in de neem. Ja. Maar ja, daar praten we over eind 70 jaar na de derde, waar we nou over hebben. Ja. In Aago, ja. Hoofdsponsor van FC Groningen, dat was in 83 pas. Hè. Ja. Ja, dus maar jij woonde daar. Ja, Aagostraat. Dat was mooi, want ik woonde inderdaad in Aagostraat. En ik ben in 84 begonnen bij Groningen. Dus we gaan weer de Aago hoofdsponsor. Dat past wel. Dat moest ook wel zijn dat je naar Groningen ging. Dat Henkie Nienhuis, die kwam bij ons in huis samen met Piet Fransen. En die had dan al een trainingspak en alles van mij. Dat stond allemaal naar Aago en zo op. Hè. Ja, dus dat, ja. Die legde ook die link natuurlijk. Zo, Aagostraat, geweldig. Dat moest wel naar Groningen gaan dus. Ja, dat was een prachtige bespreking. Ik was vooral mijn ouders, die waren een beetje bang zo van, nou ja, komt er allemaal wel goed. Dus die hadden ook nog iemand van het bestuur uitgenodigd van Trabo om een beetje te begeleiden, zeg maar. Ja. Die Nienhuis kwam binnen en op zijn Nienhuis, die kreeg een mega verhaal. En hij zegt, je krijgt van ons twee trainingspakken, voetbalschoen. Geweldig. Ik kreeg en toen begon je, kreeg dan een auto. Serieus, een auto? Wat voor auto? Een Ford Fiesta. Ford Fiesta. Ik moest wel Otto Alming meenemen trouwens. Oh, Muzzelgenoor, Otto. Prachtig was dat. Ja. Maar je moest nog wel een proefwedstrijd spelen? Nee, dat was al ver voor. Ik had die proefwedstrijd al gespeeld. Die had je al gespeeld en daarna kwam... Toen kwamen hun... Ja, want die proefwedstrijd was ook bijzonder. Dat was Velocitas uit. Ja. Of, thuis. In het Oosterpark. Ja, op het Bijveld. Met Groningen. Op Bijveld. Met Groningen 2 was dat. Ja. En toen speelde Jopie Galde voor me mee. Paul Meeson. Ook nog mee. Ja, maar ik deed ook nog met. Ik zat bij Groningen toen. Klopt dat, die zat bij Velocitas. Klopt dat, Alex zat bij Velocitas. Ja, er waren heel wat spelers toen die meedoen in die wedstrijd, jazzwedstrijd, die later allemaal bij Groningen kwamen. Ja, precies, dat was een topwedstrijd, bleek dat best wezen. Dat was een topwedstrijd. Ja, eigenlijk wel. En uitslag 3-0. 3-0, ja, en ik maakte alle de drie huizing. Geweldig toch. En toen weet ik nog dat Piet Fransen bij ons thuis kwam en Piet zegt van... Weet je dat ik getwijfeld heb? Want ik heb een 9 gegeven of dat jij bij Groningen zat. En de rest van de scouting waren nog 4 scouts. Waren met z'n 5 of zo. En Piet die had grote twijfel. Serieus, joh? Dat is zo slungelachtig. Het zucht er niet uit, zei je. Jongen, heb je er echt geen verstand van, hè? Ja, dat was leuk. En was een weinig fout. Ja, wel leuk, ja. En later kwam hij een keer bij mij. Want je kon ook naar andere clubs, toch? Je kon ook naar Cambuur, Go-Ahead. Ja, maar je woonde naar Groningen. Ja, ik woon. Go-Ahead was ook wel een mooie club. Go-Ahead ook geen verkeerde club. Go-Ahead. Nee, maar toen vond ik dat nog niet Groningen veel aansprekend. Tuurlijk, uiteraard. Ja. Toen teken je dus bij Groningen. Heb je 2 jaren bij Groningen gespeeld. Han Berger zag het in jou zitten. Die vond jou een goede voetballer. Heb je volgens mij een goed eerste seizoen gedraaid. Ja. Er komt een Wouwse Rotterdam. Naar Rotterdam. Meneer Rob Jacobs. Ja, maar kijk, ik heb altijd oetoes en toetoes, maar dat vond ik echt een oetoe. Ja? Rob Jacobs, helemaal waarom dan? Nee, maar die man, dat was met heel veel blabla. Die vond alles wat maar in Groningen liep aan supporters of spelen, waren allemaal boertjes. Ja, was dat, hij deed daar ook heel neerbuigend over. En ik was al vanaf dag 1 was ik al geen fan van hem. En hij zei ook... Hij ook niet van jou? Nee. Hij nam op dat moment volgens mij 3 of 4 spelers mee uit Rotterdam. Ja. Helder Rekening, Van den Berg, ik weet niet wie. Oh ja, precies natuurlijk. John de Wolf, die volgens mij heeft hier wat spelers meegenomen. Ja. Weet je trouwens de bijnaam van Ron van den Berg? Ron van den Berg? Ja. Nou? Witlof, oké. Okay. Maar ik weet ook wel, we hebben een contract gesproken, want het was Rens de Vries, was zo'n voorzitter van FC Groningen, toch? Ja, ja. Hebben ze door Rob Jacobs hebben ze aangenomen en toen was de contractbespreking en toen zei zijn vrouw er ook bij, Kokkie. Wat noem, hè? Zijn vrouw had een Kokkie. Maar Rob Jacobs? Rob, Kokkie. Het is zo vroeg Kokkie of ook een tennisbaan had in Groningen. Jongen, voorstel, die is serieus. Tennisbaan? Of een tennisbaan had. Nou, dacht het wel, een tennisbaan. Ja, dat is toch niet te geloven meer. Ja, dan heb je wel een heel ander beeld van... Ja, zo laat zijn ze komen te wonen, rare mensen. Ja, dan heb je ook een tennisclub, hè, Zuidlaar. Ja, wel, apart natuurlijk. Nee, maar die past helemaal niet bij de club. En hij was ook niet succesvol in Groningen. Nee, hij is ook... Ik ben nu al slaag, volgens mij. Hij is best in het 6 keer verloren in 1 keer gelijk of zo. Ja. Dramatisch. Maar ook heel bijzonder, dan vul je de cultuur niet aan... als je jou als talent niet opstelt, denk ik dan. En ik was definitief doorgebroken. Veel wedstrijden gespeeld. Mijn tweede seizoen was daar, het tweede jaar. Pas een jaar in het tweede gespeeld. Dus heel snel al naar het eerste. Ja, en echt doorgebroken. Ja. Ja. En dan komt hij. Hoe was het voor jou dan? Want je bent lekker bezig. En dan... Nou, het ging met, kijk, ik was teleurgesteld, dat vooropgesteld, maar Henk Nienhuis, die ging toen van Groningen naar Veendam. Die werd daar trainer en directeur, ik weet niet wat hij allemaal deed. Dus die gingen ook een aantal spelers vanuit Groningen 2 en ook jongens die bij het eerste... Stegen ook, Groningen ging ook. Stegen, Henk Veldmaat ging er volgens mij heen. Hiddink. Ronald Theo Keukens dacht ik nog. Ja, Keuken ook nog, ja. Dus we waren een heel goed team. Ja.
Hè? Ja. En Veendam ging Eredivisie voetballen. Hè? Die waren net gepromoveerd. Ja. Ach, ik denk van, nou ja, dat is ook alweer... Het was minder dan Groningen, maar in die tijd was Veendam wel een aansprekende ploeg. Ja, wel een mooie aansprekende club. Ja. Zeker. Kijk, met 200.000 euro, 200.000 gulden, was toen kocht daar. Dat was toen de hoogste bedrag wat ze... Duurste voor, aankoop op dat duurste moment. Duurste aankoop ja. ooit. Ja, nou, nee, maar 200.000 gulden, dat was hartstikke ontzettend veel geld, ja. Dat hebben ze nou als maatsalaris. Ja, ja, zo geweldig. Maar, ja. Maar terwijl, ja, het kwam zo bij ons voetbal, geweldig natuurlijk, fantastisch. Ja, 240.000 gulden of zo was volgens mij. Ja, jongens. Jongen. Goed, dan is het november 1986. Groningen, Veendam. Jullie spelen in groene shirts. OVVM. OVVM. Ik weet niet waarom jullie groen omheen speelden, maar goed. En dan scoort Groningen de 1-0. Jos Rosien, prachtige knal. En dan in Oosterpark. Dat was in Oosterpark. Ja, ja. Harris Huizing, schitterend vanuit de draai. Hoppakee, onderin dat weet links. Dat wel, toch? 1-1. Ja. Ja. Fantastisch. Ja, tegenwoordig, als je dan scoort tegen de oude ploeg, dan mag je niet meer juichen. Jij juichte gewoon. Altijd met één vinger in de lucht. Ja. Normale manier. Had je toen ook een revanche gevoel dat je denkt van... Ja, een beetje wel. Wel, hè? Ja. Maar gelukkig zaten daar mensen op de tribune van FC Groningen die al heel snel tot de conclusie kwamen zo van Harris moet een keer weer terughalen. Ja. Hè? Ja. En dat hebben even geduurd. Het 4 jaar geduurd. Ja. Hè? Mooie tijd gehad bij Veendam. Ja. We zaten allemaal hetzelfde geval. Doe als dat geval. We waren allemaal afdankertjes van Grun. Ja. Op de meesten. Zoals een Veldmaat ook natuurlijk. Die heeft ook een Hiddink, een Steenge. Die ook een wereldvoetballer aan de Mulder. En dan moest, iedereen. Ja. Ja. Er zijn weinige mensen die omgekeerde volgen hebben gemaakt. Kom later. Maar ja. Maar wat vind je er trouwens van? Dat tegenwoordig juichen spelers niet meer tegen hun oude club? Nee, dat slaat nergens op. Je bent gewoon in dienst van de club waar je op dat moment goed door wordt betaald. En denk je van, klopt. Ja, hallo, op een gegeven moment kan je helemaal niet meer juichen. Want er zijn spelers die hebben maar 10 clubs gespeeld. Ja, dan kan je ze helemaal niet meer juichen. Ja, niet. Hoe juichte jij trouwens als je een doelpunt had gescoord? Ik weet niet, ik heb hem nooit gejuicht. Je hele veld ook. Ja, ik weet hem nog. Oh, ja, ik weet hem. Maar dat was ook een mooi doelpunt. Ja, dat was 40 meter. 48 meter, knalde de boom net over de middenlijn. Hansieplaats, Wageningen. Ja, een knoop in de goal. Geweldig. Ja. We waren alweer afgetrapt, liep bij nog een rondje. Ja. Het stadion. Toen lag je er alleen aan de tegenpartij. Het was alweer 1-1. Ja, toen ik terug was. Zo juist. Ja, die vergeet nooit. Nee, maar ooit nooit. Dat was een wereldwedstrijd natuurlijk. Hè. Toen was met, met Nina Huis, met die kastje hadden ze een kastje op zijn lichaam. Hè? Nina Huis had zo'n kastje. Ja, dan werd hij gevolgd door Zuur Sport of zo. Of Harry Vermeeken. Iemand die volgde hem toen. Dat kreeg een kastje. En toen scoorden we 1-1. Toen scoorden we 1-0. Toen is dit veld afgerund, jongen. Ja. Die kastje die werd helemaal Hij rende altijd over het veld, Henk Nienhuis. Hij rende over het veld, precies, ja. Wat was Henk Nienhuis voor trainer? Een echte motivator? Was dat zijn kracht? Ja. Ja. Tactisch? Ja. Nee. Mooie training, veel partij, veel afwerken. Ging om nergens. Geen tactische trainingen. Maar hoe vaak hebben we die gehad? Dan kwam die uit een vergadering heen. Dan moest je nog geen training geven om 5 uur. Of precies, omdat hij alles deed. Hij deed alles. En precies. En dan pakte hij die baldenzak op de nek. En dan liepen we gezamenlijk naar het trainingsveld. We gaan wat doen. Ja. Ik begon hem af te werken. En kaatsen en kaatskien op 16 meter. Dat is ook een hartstikke geweldig. Alle ballen naar Baris. Alle ballen naar Baris. Soms een bal op de Harris, maar ook aan Saap en Johan Krol en noem ze maar op. En later in de wedstrijd komt er nog een penalty, hè? Die had jij veroorzaakt. Rosien. Zwalbekeunig. Henk Nienhuis noemde hem een flying bird. Flying bird, ja, dat was ook flying birds. Ja. Maar die panel werd trouwens gemist. Hè? Ja, terecht. Jij was het ook niet mee eens, want als je die beelden kijkt, dat is echt prachtig. Ja, dat is niet gewoon met de beelden. Ja, precies. Ik kom er zo aan. Ja, ja. Ik kom er zo aan. De vaar. Daar hadden ze nooit van vaar gehoord. De eerste vaar, hè? Ja, precies. Even de eerste vaar. En dat bleek ook gewoon dat het gewoon Zwalbe was van Josje. En Josje was een Zwalbe keuning natuurlijk. En sportiviteit schoot Peter Houtman die bal mis. Zapen pakt hem goed. Zapen pakt hem goed. Hoe was de sfeer bij Veendam in die tijd? Ja, in fantastisch. De ploeg. Ja, dat was fantastisch ook. Geweldig met Jopie en Harris en met Ed Sul en noem al die mensen maar op. En het was een geweldig. Ja, gingen we daarna de wedstrijd ook nog even op stap naar Night Fever of zo? Het was sowieso altijd al een feest in de spelerzoom en in die support of in die sponsorruimte erop. Ja. En er kwam iedereen uit de regio en bij mijn familie, kennis en vrienden, alles die ging met veel plezier of naar die wedstrijd. Ja. Dat was, die derde helft was ook geweldig. Ja. Ik kwam soms om 1 uur kwamen daar uit een spelerzone. Heb ik al gunnisproken? Ze verstonden ook door. Ja. Dat is ook al fijn. De jongens van de streek, hè? Ja. 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 Dat is wel het geval. En,
En geweldige resultaten ook natuurlijk. En fantastisch. En, ja. Nou, deze week is er dus 11 jaar geleden dat Veendam ook failliet is verklaard. Ja. Ja, 11 jaar geleden alweer. Wat doet jullie dan ook zoiets als je dat dan weer voorbij ziet komen? Ja, zeker. Dat hoor je, dat zie je weer op Facebook, dat het weer zoveel lang geleden is. Maar dan zie je ook weer dat er weer gevoetbald wordt op de, met de jeugd van Nederlands elftal. Wat ze afgelopen week hebben ze 2 keer gevoetbald. En de lamp en het is weer een theater op. Het is geweldig. Lange leegte is toch wel magisch, hè? Want deze week zeiden ook mensen die waren er heel lang niet meer geweest. Nee. Komen ze weer terug en dan vond het weer geweldig. En we hopen dat die weer vaker wedstrijden opgespeeld worden. Zeker, zeker, zeker. Ja. Ik had er al wel een mooi verhaal over toen Veendam failliet ging. Toen was ik assistent trainer van Dick Lukkien en Joop Gal. En we werden geroepen naar het stadion. De curator Wim Ensinger, dacht ik, die was volgens mij de curator van die de boel moest verdelen. Ja. Dus ik had een telefoontje gekregen. We moeten allemaal naar het stadion komen. Maar die waren allemaal auto's. Dan moeten die auto's inleveren. Dus ik en mevrouw, Anne, 2 auto's die kant op. Dus we hoorden dat het vies ging. En toen ik wegreed, samen met mevrouw in onze eigen auto, kreeg ik telefoon. Hey, oh, dat is Abel Boels van voetbalvereniging Mussel. Ik hoor dat je failliet bent. Als je doet best trainer bij Veendam. Ik dus, zoek een trainer. Oh, als je zin om trainer te worden. Ja, geweldig. Zat er geen auto? Je bent direct benaderd voor Mussel. Echt. Ja. Dat was wel geweldig. Ik heb nog gedaan. Ja, we hebben een keer gezellig geopend in de kantine. Wel. Toen was we trainer bij Mussel. Ja. Ook fantastische club. Maar dat is snel zaken doen. Dat is een hazieflaats. Die was daadkrachtig. Hoppa, direct bellen. Ja. Zat nog geen auto. Ik had de auto net geleverd. En dan nu ooit auto inleverd. Ja, geweldig. Maar maakt dat nog extra gevoelens bij jou los dan als vind dat het weer zoveel jaar geleden is? Of als je langs de lange leegte rijdt? Ik kom er eigenlijk zelden tot nooit. Ik heb nog wel steeds dat ik... Gjaltema is een tijdje geleden overleden. Ja. En wat die Gjaltema daar allemaal gedaan heeft. Hè? En tot aan de laatste toe veel geld in gepompt. Positief. Ja. Samen met jou. En er zijn nog een aantal mensen geweest. Zeker. Natuurlijk. Zeker. Onze Jansen Odder en noem ze maar op. Ja. En die mensen ken ik al allemaal hartstikke goed. Ja. En dat ik daar... Ach, daar doet je wel wat. Ja. Nog steeds. Ja. Ja. Nee, precies. Maar dat is enorm. Ja. Kom je hetzelfde verhaal weer. Van dat men niet beseft wat een voetbalclub betekent voor een plaats. Ja. 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 Ongelooflijk. Ja. Het blijft zonde. Het blijft eeuwig zonde, ja. Je hebt laatst wel een paar stoelen gehaald, hè, van het uitstadion. Ja, precies. Precies. Ik zag al mijn mensen achter het uitstaan. Dus, ik heb ze nog niet vastgezet. Maar ik zag heel veel mensen in de euro of bij de lange leegte. Die denken zo. Ik kon toen woensdag schoonen. Ik ben vrijdag zo even gegaan. En er was niemand meer, jong. Maar ik denk, ik had de mooiste business seats heb ik metgenomen. Zo'n nummer. Met stoelverwarming. Van de verwarmde tribune. Met Gjaltema erop. En nummertje 2. Ik denk, hoe leuk is dat? Deze is voor mij, ja. Dus ik zeg het ook tegen niemand. Dat ik zo één heb meegenomen. Precies. Knip het ook helemaal uit zometeen. Hou op schei uit. Ja. Niks aan de hand. Ja. En jij hebt wel eens in de Voetbal International gezegd dat je vissen eigenlijk leuker vindt dan voetballen. Klopt die kop? Of, Ja, weet je. Kijk, voetballen, geweldig. Maar voetballen is niet... Kijk, op het veld staan een balletje, maar daaromheen zit best veel stress. Druk, media aandacht. Tegenwoordig is het nog erger dan toen. Ja. Dus je staat altijd met je kop in de krant. Je moet altijd mooie rekening houden in je privé met wat je doet en wat je vooral niet doet. Dus dat vond ik altijd wel lastig. Een mooie tegenhanger, zeg maar, naast de druk van het voetbal. En vissen, kijk, de vissers die onder ons, die herkennen dat. Dat geeft zoveel rust. En alleen maar met je kop met dat vissen bezig zijn. Ja, dat had ik gewoon. Gewoon een dobbertje kieken. Gewoon een dobbertje kieken, Aris. Ja, of dan toppie. Toppie. Ja, maar dat heb ik gewoon nodig. En dat heb ik nog steeds, hoor. Ja. Hoe vaak ben je aan het vissen? 2 keer per week. Jawel, hè? Ja. En dat is mooi weer wat dan straks. Dan ook de winterdeur. Hadden ze ook de afgelopen winter? Ja, ben die vissen er wel? Ja, is het een rode vroeg? Ja, die vissen ben er wel. Beiden zijn niet zo bijlustig, maar er zijn nog steeds wedstrijden. Elk weekend vis ik een wedstrijd. En zwinters of zomers, dat maakt niet uit. Maar ik was afgelopen week was ik in Stadsknol. In de Riebiede snelweg Noord-Veendam. Heb je mooie, aan de linkerkant, heb je alle mooie trapjes allemaal. Geweldig. Daar maar allemaal vissen momentjes. Hoe kun je allemaal zitten? Ja, dat is een visparcours. Die is ooit door de federatie Groningen-Drenthe aangelegd. Yo, wat mooi, joh. Allemaal een eigen podiumpje door. Ja, mooi. Dat is als, vorst, geweldig. Ja, dat is geweldig. Ja, mooie plek. Ooit ben je ook weer tweede van Nederland geworden, hè? Ja, ik heb toen ik gestopt ben met voetballen, ben ik heel fanatiek gaan vissen. En heb ik geprobeerd om top van Nederland te halen. Nou, ik ben
tweede van Nederland. Ik zat ook in, op een gegeven moment zat ik dicht tegen het Nederlands team aan. Alleen mijn vrouw, ik kreeg een beetje ruzie tussen. Zo van, ja, met voetbal was je dan nooit, met vissen was ik er nog minder. Want door de week ging ik vissen en in de weekenden had ik die wedstrijden. En dan drukker met voetbal. Ik had nog drukker, dus met voetbal. Ik zat ook over, oh, ik ben Engeland, Frankrijk, België, ja. Duitsland, overal ja. wel geweest om... allemaal wedstrijden daar ook. Wedstrijden te vissen. Ja, ja, ja. Dat vond ik geweldig om te doen, maar op een gegeven moment, ja, het is maar een hobby, het kost alleen maar geld. Ja. Ja. En je bent nooit thuis en het kost alleen maar vrije dagen. Dus. Was je tijdens je carrière ook al veel aan het vissen? Jawel, maar ja? Niet zo intensief. Maar ook wel met mede-voetballers? Of? Nee, niet met mede-voetballers. Nee, hey, we hadden het over train. Hoe kun je train met vissen? Ja, jongen, maar Henk, dan moet ik dat aan iemand uitleggen die helemaal niks nee, maar gewoon even met twee regeltjes. Ja. Van, hey, moest op het moment van aantrekken of nee, zoals een dobbetje noemen, één gewoon van, hey, nou nog even wachten, nou moet het wezen, is het met je feeling. Ja, wat het belangrijk is voor ons, als wij gaan trainen, willen we weten van wat voor vis dat we hoofdzakelijk zwemt. Hè, dat kan voren, brazen, bliek, roofvis witvis. Zijn. Witvis. Ja, witvis. Hè, dat telt ook alleen maar met wedstrijden. En wat belangrijk is, wat de kleur van het water is. Is het bruin, helder, is het troebel en de diepte. En waar zitten de riggeltjes, randjes in het kanaal? Of, oh, serieus jong, zo moet je er allemaal bekijken? Ja, en, zo en dat peilen we uit en dat zoeken we uit. En meestal, als we trainen, trainen we met z'n vieren, vijven in die tijd in een team. Ja, en iedereen doet wat anders. Precies. En op een gegeven moment kom je tot de beste aanpak. En dit is een wedstrijd en die moet je een lutje trekken. Ja. Wil je gewoon zitten? Ja, nou stel, de wedstrijden die ik altijd viste, er waren tussen de 60 en 100 of 120 man. Nou, dan kom je in een zaal, er staat een grote pot of een hoed met allemaal loodjes erin. Je pakt daar een loodje uit. En je trekt een nummer en die nummer die wordt zo met bordjes uitgezet om de 15 meter aan een parcours. En daar ga je zitten. Dus je kan eigenlijk niet oefenen, je kan niet vals spelen. Dus het is hartstikke eerlijk. En, ja, en het komt echt op je talent aan of je meer vangt dan de rest. Ga je een keer mee dan? Ja, ja, maar dan moet je stil zitten. Moet je al stil zitten. Ja, en dan op een gegeven moment zit je door. En dan op een gegeven moment denk je van, hé, aan de andere kant van het kanaal is doen ze meer vis. En dan gooi ik hem mee verder. Of ik een langere hengel. Dat gebeurt, ja. We hebben ook allemaal voegheim. Alle vissers die doen altijd... Boelies? Boelies niet en boelies ook niet. Maar dat doen ze voor het kapervissen. Oh, dat doen we kapervissen. Ja, dat gebruiken ze niet voor het westen. Oké. Nee, maar iedereen heeft wel een beetje zijn geheim. En doet er ook altijd een beetje geheimzinnig over. Maar, wat is jouw tactiek? En ik zeg, al die vissen die luisteren nu, hè? Ja, vis TV. Nee, ik heb geen tactiek, maar dat verschilt gewoon per water. En ook voer. Ja. Ik heb allerlei, ook wel allerlei dingen geprobeerd. En ik heb mijn vrouwen, ik heb wel geprobeerd hennep te grillen in de oven bij ons thuis. Nou, met als gevolg dat hele huis een beetje... En politie over vlauwen en aantekening. Hey, maar Harris woonde in Ter Apel, hè? Ja. Ik ben eens een keer bij Harris thuis geweest. Maar Harris kreeg gewoon vanuit zijn huis. Vanuit zijn huis kreeg gewoon helemaal in de boel gooien. Ja, ja. Hij kreeg gewoon op de bank zitten. En voetbal kiek en vissen tegelijk. Hij woont daar fantastisch. Ja. Hij woont zo mooi, Harris. Jongen, dat is een kus van Ter Apel, hoor. Geweldige plek. Ja, fantastisch. Niet meer aan de Agostraat. Begrijp. Niet meer aan de Agostraat. Nee, geweldig mooi huis. Ja, fantastisch. Ja. Mooi in het water. Top, top, top. Ja, mooi. Nou, Harris, en dan is het 1990. En dan kun jij weer terug naar Groningen. Maar bijna had jij ook nog bij een andere club gespeeld, hè? SVV. SVV? Ja, dat is een... Mercedes. Ja, weet je, jij aan de telefoon? Van Dijken. Hij is gek op Mercedes. Doe die ook Mercedes nog hebben? Arres en mij. Nee, niet meer. Oh, nee, meer. Dat is de Johan Noorn, hè? Ja, ja. En maar weet je wie hem belde? De grote Wim Jansen. Ja. De Wim Jansen, krultje Feyenoord. Ja, dat was mooi, want ik had een delegatie van Groningen, zat bij mij thuis. Dat was aan de Steenbraam waar we toen nog wonen. En we waren hartstikke jong, mijn vriendin, dus 5 jaar jonger, vier of vijf jaar jonger. Hartstikke bleu. Ik kreeg 3 van die topbestuurders van FC Groningen voor een contract bespreken. Weet je nog wie? Ja, daar was Wim Everas bij, daar was Van der Wal en Koeman. Maar dat was die zaak, we nemen het toch even raas. Ja, maar die staat ook op... Dubbele pet. Ja, dat was mooi. Ik was blij dat ze erbij zat. En, dus ze deed mijn contractaanbieding. Ach, nou ja, ik denk van dat zal allemaal wel. Wist dat wij in gesprek waren. Telefoon. Wim Jansen aan de telefoon van... De grote Wim Jansen. Stond de telefoonbouw. Ja, trottel, kieken, huizing. Dus hij belde mij op en hij zegt... ik zit hier met de voorzitter van Dijken en van de SVV Dordrecht. En we wilden een team bouwen. En zei, ik heb je daarbij nodig. Ik wil je er graag bij hebben.
oh, ik zei, je overvalt me wel. Ik schoot helemaal van in de kleur en ja, in de stress natuurlijk. Zo van, ik zit net met een delegatie van Groningen. Ja, maar jij denk ik ook nog geen draagbare telefoon. Die zat nog aan een snoertje. Ja, dat was dan zo'n snoertje. Ja. Zo'n, met zo'n draaiding, weet je wel. Ja. Geweldig. Maar de ME-vraag staat er door. En die jij zegt, hang maar op, zegt hij. En hang maar op. Hij, hang maar op. Hij zegt, we gaan hem overleggen. En met een verzoek of hij hem terug wil bellen. Dus Dem en ik even naar achter. En hij zegt, je moet gewoon een heel hoog salaris vragen bij SVV. En kijken wat ze doen. Dus ik, volgens mij was het zo. Ja, kom op. Ging om 1,5 ton of zo. Per, hij zegt, vraag per? Me, per seizoen. Oké. Okay. In die tijd was het een hele geld. Ja, wel geld. Hij zegt, vraag me 1,5 ton. En dus even later belde hij weer. Nou, ik zeg, als ik dit kan verdienen, dan ga ik erover nadenken. Dus 1,5 ton. Nou, hij zegt, maar ik krijg er ook een Mercedes bij. Ik krijg er ook een Mercedes bij. Mercedes 190 en weet zo. Ik. Ja, zo'n 190 diesel ja, is dan. Diesel ook nog, ja. En ze gingen een appartement regelen voor met huur. En, in Schiedam. In Schiedam. Zo, ja. Vrouw zegt, maar ik ga niet naar Schiedam. Ik ook niet natuurlijk, ook helemaal gezin. Hè. Dus uiteindelijk was dat natuurlijk heel goed voor de bespreking met Groningen. Ja, precies. Goed voor je onderhandelingspositie. Ja, dat was, zo is dat precies gaan. Ja. Hè? Dus... maar dat was wel mooi. Maar je moet wel Wim Jansen nee verkopen dus. Ik heb nee verkocht aan, en wat zei aan Wim Jansen. Ja, jammer helaas. Ja, zoeken okay, we verder. Ja. Maar je stond bovenaan het lijstje, zei hij. Ja. Dat was de eerste keus. En toen teken je bij Groningen en toen keek je hem om je heen. En toen dacht je van, dit is eigenlijk best wel een goede ploeg. Hier kan best wel wat van worden. Ja, goed, weet je. Ik vond het heel wat om weer terug te keren bij Groningen. En daar was alweer natuurlijk enorm trots. En we hadden volgens mij een hartstikke goed team. En, terugkeer is altijd goud, Aris. Altijd goed. En ik had met Hans Westerhof. Ja. Ja, dat vond ik een geweldige kerel. Heel sociaal. Ja. Toen was hij ook heel innovatief. Ja, ja, een nieuwe lichting. Oefenstof ook. Ja. Geweldig oefenstof. En die bereidde zich tot in de puntjes voor. En bovendien mensenmens. Dat heb ik altijd wel goed gevoel bij. Hè? Die konden goed. Ja, natuurlijk. Belangrijk. De goede snaar raken. En dat was direct al een klik vanaf het eerste moment. En ik speelde toen direct al. Ik dacht, ik was concurrent van. Ja, ik weet niet eens meer wie Ron van den Berg of zo weet ik veel. Die speelde volgens mij ook nog toen. Ik weet niet eens meer. Maar die speelde ik uit de basis. En, van den Berg was toen al weg volgens mij. Ja, die kan ook wel al weg zijn geweest. Maar weet ik niet meer. Ik kwam toen op 10 te spelen en ik ben er niet meer weg geweest. Nee. En een goed seizoen maakte volgens mij. Had ze ook nummer 10 hadden ze of nee? Dat is een goeie jongen. Volgens mij. Nee, is dat achterkant natuurlijk. Ja, is dat een achterkant? Nee, dat is zo niet. Ik denk dat ik nummer 10 ja, dat is al ongetien. Ja, maar dat kennen we. Maar in ieder geval, het werd een geweldig seizoen. Geweldig seizoen, ja. We hebben, bijna kampioen. Ja, we hebben het heel lang meegedaan. Het was volgens mij uit bij PSV gingen we, dacht ik, de Biedenbrug op. Toen kreeg ik wel van mijn Ulrich Wilson of zo, die met de rood. Ja, of, met Twente verloren jullie ook 4-2 toen. Twente, maar we hebben het al een volgens mij werden we derde. Wat een jaar, jongen. Geweldig. Ja. En volgens mij, Henny Meijer, Duroski, we maakten met z'n drieën volgens mij iets van 45 goals of zo. Ja, wat was jouw rol in dat team? Ja, ik was eigenlijk de verbindingsspeler. Ik was ook wel de, in die tijd was het niet alle ballen hoog. Hè. Er zat echt veel voetbal in. Milko had sowieso een hekel aan die hoge ballen. Dus het was allemaal Henny Meijer die dikke draaikont erin. Een bal in de voeten. In die linksback ook nog van Utrecht, toch? Is je lang hoor? Zo'n autokiltje. Verkuil? Ja. Mark? Zat je ook bij jij? Die is ook bij Grunthout, toch? Heb je die ook? Oh, maar die zat ook niet in dat team, volgens mij. Nee, volgens mij niet. Volgens mij was dat later. Oké. Okay. Ja. Ja, maar we hadden al een geweldig seizoen. Geloofde jij ook in het kampioenschap? Ja, dacht je op een gegeven moment van, als we dit doorpakken, dan kunnen we echt kampioen worden? In het begin, dan ga je gewoon voetballen per wedstrijd. Maar gaandeweg krijg je steeds meer gevoel. En of we nou uit of thuis speelden. We hebben uit ook heel veel punten gebouwd tegen clubs. Dat je denkt van, dan mag je blij wezen met een gelijk spelletje. Ja. Nou, dat vonden we dus ook. Dus, wat was de kracht van dat team? Nou, de onoverzettelijkheid. We hadden heel veel fysieke kracht. Winnaars in de ploeg. Met daarin specifieke kwaliteiten. Met name voorin. Maar we hadden ook een slimme Jos Rosien. Mannetjesputter Jan van Dijk. Leiders in het team. Met een goede keeper. Dat klopte gewoon. Het hele team stond gewoon goed. Zeg maar. Ook vriendenteam? Ja, vriendenteam. Ja. En er ging natuurlijk veel aandacht uit naar Jurowski en Meijer. Maar eigenlijk was jij misschien nog wel veel belangrijker. Ik stond een beetje in de schaduw. Mooi toch, hadden ze pas wel bij de jaren. Ja, nee, dat klopt. Dat was ik ook wel. Voelde er niet een beetje onterecht dan, dat zij al die aandacht kregen? Nee, helemaal niet. Want zo gaat dat in de voetbal. Ja. En ik ben altijd wel redelijk bescheiden geweest. En ik vond dat prima in Luwte. Laat die aandacht lekker naar die jongens gaan. Ja. En dus...
Ja, geweldig. Geweldige hoogtepunt herinnering. Ja. Ja, ja. Ja, en de mensen hebben het daar nog steeds over. Ja, word je daar nog vaak aan herinnerd? Ja. Ja? Ja, en ik heb nog steeds, ik ben niet zoveel veranderd, zeg. Ik heb nog steeds die markante kop. Ja. Dus ik heb nog alle 45-plussers die weten dat nog. Ja. Die hebben ja. nog altijd over die mooie tien in. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ja. 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 En na dat jaar zou er misschien een hele mooie transfer voor jou aan kunnen komen. Maar eerst hebben we nog eens aangeschoven Jan Jansma. Jan Jansma was supporter in die tijd. Ja, zeker. Ja. Jij keek vaak ook naar Harris. Jij zit er ook met een speciale reden, maar daar komen we zo nog op. Maar jij zat toen vaak in het Oosterpark te kijken als supporter. Ja, ik was toen een jaar of 14, 15 jaar, denk ik. Ja. En dan volg je het een beetje via Dagblad van Noorden. Ja. Toen nog Nieuwsblad van Noorden. Ja. En af en toe zag je ze op Studio Sport, hè, met Mart Smees zondagavond met bord op schoot, zag je voetbal voorbij komen. Ja. Zag je ook wel vaak op de tribune in die tijd? Nee, weinig. Okay. Kaartjes waren toen nog wat te duur. Ja. En ik heb zelf nog zakgeld of gulden in de week, zeg maar. Ja, maar ook, is ook een christelijk dorp aan Zuid-Horten, of niet? Ja, ook. Ja, ook nee, ja. Kijk, dan, maar, dat speelt ook met, hè? Zondagsmiddags voetbal, kijk, ja of nee, Janneman, ja. Ja. Hou op, ga je uit. Ja, dat stelt wel mee. Die periode helemaal. Die, ja, die klopt. Ja, klopt. Ja. Maar jij keek in ieder geval wel 's avonds Studio Sport, ja. Vaak. Ja. En maar jij was ook fan van Harris, hè? Ja, ik was zelf verdediger. Ik speelde dan bij Zuid-Horden in de D'tjes. Ik was hij is ook 2 meter, hè? Ja, je ziet het niet. Hij is ook nog een meter. Bist klonjokie bij jou, Harris. 2 meter is hij, Jan. En ik kon absoluut niet koppen. Want ik vond het altijd een kunst hoe hij dat deed. De bal een paar klaarlegde voor anderen. Dat ook weer. En aanvallend koppen is nog moeilijker dan verdedigend koppen. Ja. Dus ja, ik was altijd een beetje angstig. Dus ik had er heel veel. Ik was jaloers. Zo moet je een beetje zien. Ja. Ja. En natuurlijk een man uit de regio. Hè. Ja. Bijna aan te raken, laat ik het zo zeggen. En de grote leermeester in die tijd was Peter Houtman. Hè? Ja. Peter Houtman vind ik nog steeds de beste kopper van Nederland. Ja. Ooit geweest. Ja, dat klopt. Ja. En wat die allemaal. Onvoorstelbaar. Daar heb ik zoveel van geleerd op de training. Wat die, uitstand, hoe die kon koppen. En geweldige man. Ook weer een geweldige man. Hè? Ja, dat gast. Hè. Wat een man. Hè? Geweldige, je hebt het koppen van hem geleerd? Ja. Ja, nee, ik kon wel goed koppen. Maar de kleine dingen heb ik wel van hem. Wat is nou dan wat is nou de kracht als je goed kunt koppen? Is dat timing. Ja, het allerbelangrijkste. En net even iets eerder springen dan je tegenstander. En blijven zweven, maar dat doe ik ook zweven. En blijven ze. Maar dat had ook veel met oefeningen te maken. Met kracht. Ik train ook heel veel op sprongkracht. Ja. En dat heb je wel nodig, want dan kon je niet omhoog. Ja. Ook even een duwtje af en toe, elleboogje. Tuurlijk. Ja, we hebben een periode in een krachtdrank gezeten. Bij Abby Grun was dat wel. Met Nina, ze was toen heel voorstreven wat dat betreft met krachten. Daar hebben we ook regelmatig daar gewicht in zaten drukken. Ja, man. Leuk. Ja, we gingen die tribune op daar in de lange leegte. Er was 2 treden omhoog, 1 trede naar beneden. Dat was ook zo. En dan maar 1 been, weet je wel. En dan krijg je heel veel sprongkracht door. Ja, maar die timing, dat was het belangrijkste van alles natuurlijk. Dat was toen geweldig. En Houtman geweldig. Ook vaak in het ziekenhuis die tijd. Viel dat mee? Ja, precies. Ik heb mijn jukbeen gebroken gehad. Ik heb, maar in die tijd hadden we dokter Maasing. Dat was ook een keer. Ik zal je vertellen. Fantastische man. Met hersenschudding gevoetbald. Ik heb een hechting boven in mijn hoofd gehad. Gewoon weer kop. En dan sprong die hechting er weer uit. En gewoon doorgaan. En dan ging hij met een spuitje en nog maar hechting erbij. En een week later moest je. Maar Nino zat iedereen nodig. Zo breed is lesje aan. Precies. En het grappige is. Dan ben je dan. Hersen ook wel eens. Dat je 2 minuten voor het eind eruit gehaald werd. En dan weet je de ziekte werd gegooid. Ja. In de hele week in de ziekte werd. Maar nu hoefde de premie, hoefde de salaris, hoefde de club, hoefde de salaris niet te betalen, hè? En dan zit hij even vrijdags, ben je weer fit verklaard, dan kon je weer voetballen. Kon je weer door. Ja. Ja. Nee, naar huis. Alles voor de club. Alles voor de club. Ja. Maar Jan heeft de naam bedacht. Maar jij zit ergens thuis, denk ik, een keer en dan zie je dan dat gekkige filmpje van ons van we zoeken nog een naamgever. Voor een, hoe ging dat? Ja, ik heb een Lego kamer. Die heb ik sinds kort. Dus mijn zoon thuis, dus heb ik een Lego kamer. Daar bouw ik Lego. Ja. Ik ben net zo'n hobbyist als met vissen. Lego? Ja. Dat heb ik met technisch Lego. Dus daar kan ik uren mee vreubelen. Ja. En ik zag die oproep voorbij komen op Facebook. En ik had een liedje in mijn hoofd. Pam, 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 pam. Weet je dat? Ik, nou, zing hem nog eens. Er kan maar 1 zijn. Alle ballen op. Pam, 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 pam. Ja, die. Pam, pam, pam. Ik voel een nieuwe jingle aankomen. Ja. En dan pak je een speler die in mijn beleving, ja, ik was een beetje fan van, maar ook bij beide clubs heeft gezeten. Zeker. En dan denk je een kwartiertje over na. Toen kwam Harris erachter weg. Ja, mooi. Ja. En dat was, het bakte ook gelijk. Ja. Het was gelijk om. Ik denk, dat deel ik. En we zijn jou heel dankbaar, hè, Jan? Want dat is de naam geworden
van de podcast. Er is zelfs een mok vooral inmiddels al met deze naam. Ja, die gaat en je hebt nog een cadeautje voor Jan, hè? Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Die mok natuurlijk ook. Alle ballen barren zijn mok. Ja, kiep wel eens. Super. Een beetje lawaai, een beetje, ja. De luisteraars... Ja. Horen dit, maar die zien het niet. Dus misschien dat jij ook even kan zeggen wat het is. Je kunt het op YouTube natuurlijk wel zien, maar... Ja. Ja, dat is wel heel leuk, hoor. Ik pak hem er hem uit. Ja, dat is de... Lolbroek. De Lolbroek. Dit is de Lolbroek. Ja, dat is uniek, hoor. Dat heb ik... en een shirt. En een t-shirtje. Ja, zeker. Ja, dat is wel leuk. Dit is de Lolbroek. De Lolbroek. Ik heb het zo keihard maken, Jan. Oh, fantastisch. Ja, dat is over de vriend. Leuk, Aris. Die was ook in bed. Ja, dat is wel geweldig. Ja, joh. Die heb ik laten maken. Ik heb er nog 500 liggen. Ik moet ermee aan het leunen. Ah, dat vind ik vrouw mooi. Dat weet ik wel zeker. Ja, dat komt helemaal goed. Iedereen mag er nog overheen praten. Moet je zelf weten. Ja, de Lolbroek. Voor de Spotify-luisteraars, kijk vooral even op YouTube. Daar zit ook te zien. En dat moet je echt zien, volgens mij, wat je hier hebt. En een mooi shirtje. En een dubbel XL, hè. De grote past prima. Hartstikke voor de zomer, niks aan de hand. Geweldig, Jan. En we zien graag een fotootje tegemoet. Ja, dankjewel. Ja, dat komt goed. Dus, zeker. Van de zomer zeker. Ja, en we zijn natuurlijk heel dankbaar. Dus super tof, bedankt. Top. Mooi man. Hey, en Aris, na dat grote successeizoen, we noemden het ook al, hing er een andere grote naam aan de telefoon voor jou. Ja, Leo Beenhakker. Leo Beenhakker. Ja, maar... Technisch directeur van Ajax. Ik was niet handig op dat moment, want ik had toen ik... niet handig? Nee, ik ben toen van Veendam naar Groningen gegaan en ik kon een contract tekenen voor 3 jaar. En ik was tevreden met mijn contract. Hè? Dat vertelde ik naar de verhaal. Ja, precies. Mooi jaar. Dus dat was een prima contract. Maar ik wist niet natuurlijk dat ik daar absoluut zijn ging doorbreken en zo'n topjaar zou hebben. Ja. Dus, en Leo Beenhakker was die belde en zo, en die was hartstikke gecharmeerd van mij. Nou... En die is toen bij... Zou die ook een elftal om je heen bouwen, net als Wim Jansen? Nee, die zocht een soort van pinchhitter. En dat ging toen tussen Sean van Loen, hebben we weer. Ja, hebben we weer, die rode. En Sean van Loen zat bij Anderlecht, volgens mij, op dat moment. En ik bij Groningen. En ik had mijn contract, en toen was het nog transfergelden. Ja. En Henk Nienhuis, die vroeg toen, ik meen, 1,9 miljoen gulden voor mij toen in die tijd. En dat wou Ajax niet betalen. En toen hebben ze Sean van Loen genomen voor iets voor 7 ton of zo. Vanuit Anderlecht. En dat was vooral. Maar hoe kan dat dan? Dat 1,9 miljoen, dat was toen te veel voor Ajax. Ja, dat was in die tijd was. Voor het pinchitter. Ja, zeg maar. Ja, ja, zeg maar. Ja. Ja, zeg maar. Maar wat heb je toen niet goed gedaan dan? Je zei, ik was toen niet handig. Wat had je anders? Ja, ik had mijn contract gewoon maar voor een jaar moeten tekenen bij Groningen. Was klaar geweest. Ja. 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 Maar ja, dat is, je bent er met tevreden Harris. En dat is natuurlijk geweldig. Ja, je weet wat je komende 3 jaar verdient. Dat is mooi natuurlijk. Ja, van een lange contract. Precies. Ja. Dan weet je van, hey, dat als je een half jaar een zware blessure krijgt, dan weet je dat je nog 2,5 jaar uitbetaald wordt. Zo simpel ligt het. Je bent tevreden met het contract die je krijgt. En dan hebben altijd mensen van, ja, mensen die dan konden in de wind gooien of konden in de krip gooien, zo ook die rechtsback van mij, die naar Ajax ging. En dat is toch te triest voor woorden. Mensen die trainen met volle verstand teken contract. En tuurlijk, achteraf is het jammer van, hey, oké, het is nu jammer. Maar je doet dat Bruno Silva en niet meer wouden Bruno trainen. Silva, dat precies. Ik ook nog even. Je had ook nog even kunnen zeggen van... Dan ga ik niet meer trainen. Ja, maar daar hadden ze niet. Dat ken je nooit. Niet, hey, ik had hartstikke goed naar mijn zin gegaan. En dat was mijn clubje. Ja. En dat zie je Harris ook, denk ik. Daarom is hij ook zo populair. Door komt ook een groen. Komt er nooit. Maar ook wel mooi, want Harris natuurlijk. Het is jammer dat hij niet in de Ajax ging. Maar een foutje was ook niet tevreden. Het was ook neubliet worden natuurlijk. Als je naar Amsterdam moest verhuizen, dan ben je niet blij van Harris. Nee, jongen, wij waren ook mensen nu de regio. Hè. We zijn echte Groningers. Hè. Ik hecht aan mijn familie, maar mijn vrouw nog veel meer. Ja, die was doodongelukkig geworden in Amsterdam, denk ik. Maar ja, misschien was het anders gelopen. Maar die was er wel blij mee. Dan later nog eens over nagedacht, wat als? Jawel, die vraag is me ook vaak gesteld. Ja. Ik heb ook een keer naar Zwitserland gekund. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik denk, wat moet ik daar nou weer? Dat was voor een... Hoge bal. Veel hoge bal over die baken in. Dat was een contract van een half jaar. Ik denk, moet ik nou een half jaar, joh. Ja, dat scheelt niet af. Dat scheelt niet af. Als je goed kunt verdienen. Ja, dat was ook wel weer goed. Maar ja, weet je wat alles kost in Zwitserland? Ja, dat... ja, precies, ja. Ja. Die franken zijn er hoog, ja. Ah, nee, maar nooit erg spijt van gehad. Nee, want uiteindelijk speel je nog tot 1999 bij Groningen. Eigenlijk zie je, zeg maar, na dat succesjaar is het eigenlijk steeds een beetje minder geworden, hè? Ja. Ja, het is weggegleden met mij, maar ook met de club. Kwam dat nog waar de naweeën van de Fiat-affaire, of... Ja, weet ik niet. Ja, dat, een beetje met de, dat was een beetje het begin van de ondergang. Met de Fiat. Ja, ik weet het, ja? Ik weet het ook niet precies. Maar daarna ging het gewoon natuurlijk... Zie je gewoon, elk jaar wordt het een stukje minder. Ja,
Misschien dat ze daardoor meer mogelijkheden hadden om spelers aan te trekken voor die tijd. Daarna is het inderdaad afgegleden. Het kan ook wisselingen van bestuur, verkeerd. Elk jaar had je eigenlijk steeds, met alle respect natuurlijk, maar mindere spelers om je heen. Mindere spelers op een gegeven moment. Hoe vond je dat zelf? Nee, daar baalde ik van. Ja. Dat was echt wel een ergernis. Hè? Omdat je natuurlijk die topjaren gewend bent geweest. Precies. En je ziet het afglijden. Je bent een man van een club, een jongen van een club. Ja, dan zie je het afglijden. En dat deed me wel pijn. Ja. En op een gegeven moment word je een dagje ouder en dingen. Ik was eigenlijk al met mijn afscheid bezig. Ja. En toen was ik 31 of 30 toen ik naar Heerenveen ging. Ja. En ik had ooit met een riemer, hoe kan het ook anders, op een boot gezeten, vissen. Ja. Die wist ook wel dat hij hem binnenhengen. Oh, vissen natuurlijk. Ja, die wist ook wel dat hij hem eens binnenhengen. Een riemer, die is ook helemaal gek. Hij zegt, wat er ook gebeurde daar is, je komt dan een keer bij ons te voetballen. Ja, 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 en toen, wat gebeurde toen? En dan belde hij. Ja, dat was ook wel een heel mooi verhaal. Ja. Ja, want even, dat is een geweldig dag. Ja. Ja, want even die Groningen, dat jullie degraderen zelfs. Nou, daar was jij bij. Ja. Maar er zijn beelden uit Zeist. Want er waren allemaal rellen in Groningen. Kambuur, en dat jullie tegen Cambuur in Zeist. Ja, zonder publiek. Zonder publiek. Ja. Jij scoorde trouwens ook weer een prachtige goal. Maar 1-1 tegen Cambuur. En dan degraderen we met spelers als Koeman, Atteveld, Huizing. Ja. Denk ik, hoe kan dat? Ja. Ja. Dat de groep had. Jullie hadden echt wel een hele goede groep. Nou, het is, kijk, je ziet wel vaker. Nu zie je ook wel met clubs. En daar is in één keer die negatieve spiraal zit. Proberen, en dan hebben ze ook goede spelers. Kijk, je ziet nu met Vitesse. Er zit ook alles tegen. Die pakken ook geen punten. Gaan ook degraderen. Ja. En dat is met AZ in het verleden gebeurd. Dus met Twente geweest. Ja. En Groningen. En Groningen. Ja. Dus, dat is, zo'n jaar heb je er een keer tussen. Ja. Ja. Ja, wet van Murphy, zeg maar. Ja, wet van Murphy. Ja. En iedereen raakt ook in paniek. Er komt steeds meer druk. Ja. Ja. Ja, probeer die druk maar eens weg te nemen. Ja. Hè? Want de trainer, de bestuurders, de spelers. En de supporters. Want heel veel rellen in het Oosterpark. Ja. Je werkt natuurlijk wel heel lang bij de politie. En dan kom je gewoon je collega's tegen van de ME. Ja, maar die collega's die vonden het geweldig. Die vonden dit een mooie klus. Nou ja, die konden en aan het voetballen. Ja. Iedereen die bij de ME zit, die hebben een hart voor de zaak. Die hebben een blauw hart. Ja. En je weet als je bij de ME zit, dat je af en toe ook wat sensatie hebt. Ja. En daar hadden ze geen problemen mee. Dat vonden ze geweldig. Ja. Want ze waren elke twee weken thuiswedstrijd, waren ze bij Groningen. Ja, moesten ze aan de bak. En moesten ze aan de bak. Ja. En dan moesten de supporters van het station gehaald worden. Ja. Ja. En onder begeleiding gingen die naar de Oosterpark. Ja. En omgekeerd. Ja. Ja. Hans Nijland zegt altijd, dat waren de tijden dat Groningen gratis nog verbouwd werd. Ik heb wel eens vond jij er ook tussen, Jan? Of, ik was er ook bij, ja. Hoe vond jij dat? Ik vond het geweldig om mee te maken. Ja? Ja, absoluut. Ook angstaanjagend misschien wel? Of, ook wel, ja. Ja. Politiepaarden hebben ook wel eens achter mij aangezeten. Ja. Dan reden we de tuin en dan ben ik klabberooslaan en alles. Ja. Ja. Ja, dan, zij staan niet stil, maar op een gegeven moment moet je maar door. Ja, precies. Maar jij was niet aan het rellen, of was je ook eentje? Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, maar je was erbij, dus dan doe je ook mee. Ja, maar het geeft wel aan dat het enorm iedereen onrustig was. En uiteindelijk de degradatie, die misschien uiteindelijk ook wel weer goed was. Want het jaar daarna, twee jaar daarna, gingen we weer promoveren. Maar... Ja. En toen gisteren, best nog hier in Veen gewoon harder staan, dit jaar? Mijn opvolger was Martin Drent. Ja. Martin zeggen, jij bent mijn voorbeeld geweest. En daar had ik met Peter Houtman. Martin heeft van mij geleerd. Precies. Ik van Peter Houtman. Dat vond ik dan wel weer heel leuk. En Martin had natuurlijk ook een hele mooie periode gehad bij Groningen. Dat vind ik ook een Mr. Groningen die echt bij Groningen past. Ja. En die zijn gelijk weer gepromoveerd, gelukkig maar. Ja. Ja. Dus, Heerenveen was natuurlijk wel de rivaal. En jij was een echte Groninger. Ja. Klein beetje een pikante transfer. Toch wel, hoe werd daarop gereageerd toen jij naar Heerenveen ging? Nou, ik had een goede staat van dienst bij Groningen. En ik heb eigenlijk tot een enkeling na heb ik eigenlijk geen wanklank gehoord. Okay. En ze hebben mij dat altijd gegund. Ja, precies. En daar kan ik niks negatiefs over zeggen. Nee. En Harris heeft gewoon Champions League gespeeld, hè Henk? Niet te geloven, zeg. Ja. In Griekenland ook nog, Harris. Ja. Dat moet ook al wel mooi best wezen. Je hebt gewoon die hymne. Je stond op dat veld en je hoorde die hymne. Dan is toch weinig weg. Olympiakos Piraeus. Olympiakos Piraeus, ja. Er woonden vooral met 20 miljoen mensen in Athene. Ja. En ze zaten in een hotel, jongen, echt. Ja, dat liep een geweldige ervaring toch, om in Griekenland te voetballen. Maar die supporters, die wisten dat wij in een hotel zaten, van Heerenveen. En die kwamen s'nachts allemaal op het scooter. Wel 30 van die scooters, allemaal u laten maken. En omdat het hotel
we hebben geen ogen dicht aan de helemaal. Jawel. Ja, fantastisch toch. Wat een stadion. Wat een stadion. Ja. Ja. Ja, dat is een mooie ervaring. Ja. Was toen nooit, had je nooit wil voetballen in Zuid-Amerika of Zuid-Europa, Griekenland of Italië? Van de warm, ja. Van de warm, ja. Ook gewoon weinig vissen, vieven. Ja. Vissen. In Athene, heel mooi dan vissen midden in Athene. Hé, maar geweldig. Eigen sluit gewoon af met de Champions League, hè? Ja, geweldig. Ja. En ook nog 4 punten. Tegenwoordig is dat heel veel voor een Nederlandse club. Oh ja. Die wonnen 1 keer en speelden 1 keer gelijk. Ja, maar probeer maar. Kijk. 1-1 tegen Valencia, hè? Met de Heerenveen. Dat is toch... 1-1 Valencia. We hebben... Ja. Lyon zat er ook bij. Goh, dat was ook een goede plek. Ja, blauw hoor, die Fransen. Jezus, ja. Juninho was dat, zo'n middenveld. Je speelt ook in Brazilië aan zelf dan. Ja. Jezus, die gozer goed. Ja. 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 Ja, nee, maar een geweldige tempo hoger. Ja, tempootje hoger. Dat draaitempo zo hoger. Ja, we speelden in Valencia, een stadion, immens hoog. Ja. En de Heerenveen supporters ook. Maar die hadden ze weggestopt door dat bovenste ring. Ja. Kon er net zien dat het blauw-wit was. Ja, die mensen hebben helemaal niet gezien. Maar die waren er wel uit Heerenveen. Fantastisch. En je hebt ook alles gespeeld, toch? Ik heb een wedstrijd, dacht ik, ben ik op de bank begonnen, maar voor de rest... Heb nog even over die over de speelden, alle wedstrijden die speelden. In totaal, nou, heet die, wat, bijna 500 wedstrijden? Bijna 500 wedstrijden. Ja. Ik zag een keer de statistiek, ik heb gekeken, van de 500 wedstrijden, is die 470 wedstrijden die in de basis begon. Ja, dus dat is echt niet te geloven, hoor. Hey. 470, ja, 30 wedstrijden ben je een keer ingevallen. Voor de rest, nou, ik heb nog veel... In heel veel spelers hebben gewoon omgekeerde statistiek. En dat geeft er allemaal niks. Maar dat is wel fantastisch natuurlijk. Hè? Gewoon altijd nooit een vraagteken geweest. Altijd bij de eerste elf. Ja. Altijd bij de eerste elf. Dat is wel lachen natuurlijk. Wel als eerste op papier. Dat vond ik precies. Hij heeft ze nooit te denken van, zat ik op middown? Nee, toen stond ze altijd. Hij stond er altijd. Dat is wel heel fijn, hè, om dat te weten dan. Jan had Harris in Oranje kunnen spelen, denk jij? Dat denk ik wel, ja. Ja? Dat denk ik wel. En waarom is dat nooit gebeurd? Denk 2 redenen. Een hele goede lichting elders in Nederland. Maar ik denk ook op de verkeerde plek geboren. Ja. En dat speelt mee. Ja. Maar ja, ding is, zo'n Pieter Huistra, die stond ook, die kennen we ook allemaal. Die ook bij ons voetbal. En die stond er wel bij, hè? Die stond wel bij die mannetjes. Gullit, Van Basten, Rijkaard. Ja. Pieter. Pieter ging naar Twente toch op een gegeven moment. Ja, dat zal het wezen. In Japan is nog. Glasgow Rangers heeft hij nog gespeeld. Glasgow Rangers. Ja, precies. Maar dat is met je vleugel zwaaien, dat zal ook kennen. Als toen wel die stap, als toen wel in Amsterdam voetbal daar zaten, dan was ik al schoten geweest. Dat is toen wel met Wim Jansen. Normaal die dingen. Ben je wel eens gebeld? Stond je wel eens op lijstjes voor Oranje? Wel gehoord van. Dan hoor je bij de club dat je in de belangstelling staat, dat je op lijstje staat, maar verder is nooit uitgenodigd. Ja, de Nederlandse politie heeft al in gevoetbal. Ja, precies. Ook mooi. Ja. Ook mooi. Ook niet niks. Ja, daarover gesproken, Henk, want politie of politie. Ja, Harms, ik heb een vraag. Ja, ik heb een vraag. Ik reed afgelopen woensdag in augustus was dat, bij Aduard. Ik reed even te hard. Ik zag een muit van mij stond met zo'n flitser. Ik zag hem, flitser, dacht ik bij mezelf. Ik denk, hij legde wat in zijn tasje of in zijn koffietje. Ik denk, ik heb geluk gehad. Maar hij legde net zijn laser in zijn koffie. Achter me aan, vloep. Hij zegt, mag je rijbewijs? Kist u er wat aan down hadden? Zo, nee, kist u. Heeft u inlogcodes of zo? Dat is toen denk ik van, ik doe er een wat. Ik weet wel zijn wachtwoord. Harris 1963. Maar ik ken hem wat weg. Nee, zo werkt dat niet. Dat begrijp ik ook wel. Nee, zo was je niet, hè? Nee. Maar als je binnen 100 nekdag rijdt, dan is dat regel, hè? Nee, nekdag. Ik reed nekdag. Ja, maar ik zeg, wat wordt het dan? Ja, gaat die meneer over, officier gaat erover. Nou, het wel. Niet voor niets is een slogan 80 is prachtig, Henk. Daar moet ook jij aan houden. Ja, dat was ik te hard geleden. Ik was 60 daar. Ja, maar ik zeg, het schept er ook niks. Jouw rijke, prachtige carrière, Harris. Wat is nou het absolute hoogtepunt uit jouw... De mooiste tijd waar ik altijd op terugkijk is mijn tweede periode Groningen in het eerste seizoen. Dat je derde wordt. Ja. Dat je zelf een geweldig seizoen draait. De eerste thuiswedstrijd tegen Roda. Maak een geweldige goal, een kopgoal. Ja. Dat soort dingen die blijven me bij. En er zijn spelers die dingen herinneren. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo een dat ik nog precies weet van toen en toen dat. En kijk, Heerenveen vond ik een meer mooie periode. Maar ik heb ook genoten van mijn periode bij Veendam. En vooral de spelers met wie ik gespeeld heb. Heb je nog contact met bepaalde? Joopie regelmatig, Joopie Gal? Ja, Joopie heb ik contact mee. Ik heb met Erwin Koeman nog contact. Erwin ook, ja? Van Tichelen, maar allemaal via Facebook. Dus we reageren op elkaar, Jan van Dijk. Ja. Dus er zijn nog een aantal... leuke contact. Ja, mooi. Dat blijft mooi, Henk. Ja, blijft zeker mooi, ja. En je loopt elkaar, niemand doet dat volgens mij, dat je nog elkaar wekelijks spreekt. Nee, helemaal niet. En dat hoef ik helemaal niet.
Maar als je een keer op stadion komt en je komt een McDonald's, ga je nog vaak naar de FC? Is er altijd. Ja, ja, McDonald's altijd. Ja, Robbie is er altijd. Ga je nog vaak naar FC Groningen? Ja, vier keer per jaar. Ja, dat is het. En, maar ik ga ook vier keer per jaar naar M ongeveer. Dus dat is eigenlijk een beetje omdat het dichtbij is. Ja. Kom de maandag nog? Ga je dan de maandag naar M Grun? Nee, ik ben wel bij Groningen geweest. Okay. Maar dat was de week niet zo blij van. Nee, dat was minder, ja. Het Groningen van nu, dan moet nog even terug even naar het huidige FC Groningen. Ja, wat schat je in qua promotiekansen? Oh, ze gaan wel promoveren. Ja? Dat gevoel heb ik wel. Dus dit jaar? Er zit een enorme swing in momenteel. Ja. Ik heb het toch goed op de rails gekregen. Ja. Ik had wel mijn vraagtekens na de eerste 6-7 wedstrijden. Hebben daarin goede keuzes gemaakt. En wat mij echt goed doet, dat je nou de eigen jeugd, dat die jongens doorbreken. Ja. En dat die een kans krijgen. En kijk, wij zijn ook jongens van de club. Ja. En we hebben veel te veel jongens allemaal van buitenaf gehaald. En dan maar een beetje minder. Maar die jongen, we hebben talent genoeg. En dat zie je nu. Maar een algemeen directeur van Boetenhaarders, wat had? Liever niet. Liever niet, maar die mensen die capaciteit man die zijn ook op één hand te tellen, ja, hè? De mensen die daar capabel voor zijn. Ja, klopt. Dus dat wordt een lastig verhaal. Ja. Maar we hebben daar in de afgelopen jaren hebben ze natuurlijk daarin een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Laten we daar helder over zijn. Hè? En dus moet er wel wat gebeuren. En kijk, laten we hopen dat we weer gaan promoveren en dat we weer in die hoogste divisie staan en dat er dat trekt weer sponsoren aan en dat geeft er zoveel swing. En die komt Rob er ook bij. Ja, en kijk, en laten we hopen dat hij en Rob een keer een functie gaat bekleden binnen rustig de club. Aan. Rustig aan. Nou, die moet je geen algemeen directeur worden, daar heeft je helemaal geen verstand van. Maar ook maar niet wil. Dat moet je ook helemaal niet willen. Nee. Dus die moet je rustig opleiden en zet hem als bij iemand in de. Plak er een buddy ding aan en ga hem opleiden. Ja. Maar dat soort mensen moet je wel behouden voor de club. Van welke speler ben je onder indruk van dit FC Groningen? Nou, ik vind die Postema nu aardig doen. Ja. Daar ben ik wel. En waren we in het begin ook wel vraagtekens bij. Maar ja, je ziet toch dat hij de kwaliteiten nu toch redelijk makkelijk binnen schiet. Dat is zich goed ontwikkeld ook. Dat is zich goed ontwikkeld. Kijk, dat doet me deugd. Ja, maar geen type Harris Huizing in het team, Jan, hè? Nee, en ik denk dat ze die missen bij Groningen. Hè? Ja. We hadden het net al even over spelsysteem A en spelsysteem B. Kom in het begin. Ja, dat spelsysteem B is er eigenlijk niet. Nee. En die lange ballen, die kennen ze niet kwijt. Ja. Ja, je ziet toch wel, en dat vond ik ook wel de ergernis van Groningen de laatste jaren, dat het heel veel van het tactisch gebrei was. Heel weinig kansen kreeg, nooit een plan B hadden. Nee. En daardoor ook geen spektakel. Je viel in slaap op de tribune. Laten we wel wezen. Want ik heb wel de tweede helft dat ik gewoon weggegaan ben. Of ik ging, mooi, ik vind het wel best, ik ga mijn biertje kopen. Ja. Maar dat was niet meer de man te zien, Jan, toch? En, dus dan moet wel, je moet een plan B hebben. Ja. En dat past juist bij Groningen. Ja, laten we wel wezen. Ja. Maar jij bent positief? Jij denkt dat Groningen dit jaar promoveert? Ja, ik denk dat ze tweede worden. Ja. Ja, en de eerste twee dagen of promoveren. Ja, dat zou toch mooi zijn, denk ik. Ja, belangrijk weekend, hè? Zo, vrijdag, vrijdag Den Haag uit, maandag M uit. Dat wordt spannend. Dat wordt een belangrijke punt. Vier punten zou mooi wezen. Vier punten zou geweldig wezen. Ja. Sta je open om nog een keer wat te doen bij FC Groningen? Nee, niet meer. Nee? Nee. Is het nog trainer Harris nou? Nee. Ja, ik ben trainer van onder 19 bij in Ter Apel, omdat zij niet meer konden krijgen. Okay. En ik denk van, ik ga ze helpen. Ja. Dus ik ben onder 19, train ik alleen door de week. In de weekenden is er iemand anders bij voor de begeleiding. Maar ik wil geen trainer. Ik heb wel elk jaar nog wel benaderd door een aantal clubs. Maar niet meer? En waarom niet? Omdat dat veel te veel tijd en energie kost. Ja, je bent elk weekend apart, 2-3 avonden in de week. Ik wil genieten van mijn vrije tijd. Ik wil ook vissen. Ik heb sinds kort een campertje gekocht. Nou, dus we gaan regelmatig met campertje weg straks. Een beetje genieten van het leven. Ik ben 61 en laat dan lekker de jeugd doen. Ja. Met de jongere jongens. En, dus nee, het is mooi geweest. Hey, wat een geweldige eer dat we Harris in onze podcast hadden. Ja, alle ballen Harris, ik vind het fantastisch. Ja, en, ik vond het echt een hele leuke uitzending. Dus, vrijdag worden we wel in. Man. Dus, en Jan natuurlijk. Hè? En Jan, bedankt leuk voor dat ik erbij mocht zijn. Leuk. Ja. Nou, zijn we weer aan het einde gekomen van, van de podcast. Leuk dat je keek naar alle ballen op Harris. En wil jij het nou mogelijk maken, ook mede mogelijk maken, dat we deze podcast kunnen blijven maken. Dat kan er met een hele kleine bijdrage. Kijk dan op petjeaf.com/alleballenopharris. En heel graag tot de volgende keer. En dan sluiten we nu af met de mooie rubriek Kool de Riekerink. Ik zeg alle ballen op Martijn Stoinpoest. Kleine jachtkabouter.
Als je het hebt over FC Groningen, SC Veendam en opzienbarende spelers, dan is Martin Drent wel een van de eerste die genoemd mag worden. De man die ik ooit op een kleine kleuren-tv schitterend met een lop zag scoren tegen Feyenoord, kan met recht een cultspits genoemd worden. En dat niet alleen voor zijn verdiensten op het veld. Even voor de jonge luisteraars van onze podcast. Wie was Martin Drent? Nou, hij was in de eerste plaats vooral een kopsterke, houterige spits die speelde voor Emmen, Veendam en Groningen. In Emmen verbleef Drent 6 seizoenen voordat hij terugkeerde naar Groningen. In zijn eerste seizoen, 1999-2000, zorgden zijn 22 goals er mede voor dat Groningen promoveerde naar de Eredivisie. Bij de FC vormde de zoon van de groenteboer een uiterst succesvol duo met Hans Visser. Volgens de zeer gedetailleerde website van FCG Stads kwam de aanvalsleider uiteindelijk tot 68 goals in 202 wedstrijden voor de BVO uit het Oosterpark. En voor de cultclub aan de Lange Leegte liet de huidige trainer van VV Dalen 18 goals noteren in uiteindelijk 78 duels. Prima statistieken dus. De populariteit van de kopsterke speler kende nauwelijks grenzen in Groningen. Martin, of Martin in goed Gronings, groeide uit tot een echte clubheld. En naarmate hij ouder werd, werd Drent meer en meer als pinchhitter en stormram gebruikt en stond hij minder in de basis. In de zomer van 2005 ging hij daarom terug naar Veendam en hij stopte uiteindelijk in 2007. Maar we gaan nog even terug naar een zomeravond in 2001. Drent, die dagelijks een pakje sigaretten wegpaft, is met FC Groningen neergestreken op trainingskamp op het eiland Cyprus. Het is de dag voor vertrek en iedereen is opgedragen zich om 5 uur in de ochtend te melden bij het ontbijt. Vanaf 8 uur in de avond is Drent met een aantal teamgenoten flink aan de pimpel gegaan. Het is 3 uur in de nacht als zijn drinkgenoten besluiten nog 2 uurtjes te gaan slapen. Maar Martin vindt dit een slecht plan en besluit de rest van de nacht ook uit te zitten. Plotseling verschijnt er een kleine man in de ruimte die door Drent jolig begroet wordt met: "Hey, kleine jachtkabouter." Maar omdat dit gericht is tegen trainer Jan van Dijk, krijgt Drent een weekschorsing en een geldboete. We vragen ons af hoe hoog deze boete was in die tijd. Dus misschien dat Martin hier een reactie op kan geven in onze conculega podcast De Coffee Corner. Halverwege de weekschorsing belt de Groninger met de verwarrende achternaam met directeur Hans Nijland. "Hans, met Martin," klinkt het. "Je hebt me geschorst en een dikke geldboete gegeven, maar ik ben helemaal vergeten je te bedanken. Ik zit hier heerlijk te vissen, biertje, sigaretje erbij. Kan ik niet nog een wedstrijdschorsing krijgen? Nog een weekschorsing krijgen?" Het enige dat met Martin Drent daarop hoorde was: "Tuut, tuut, tuut."